Ik ben meteen weer aflevering van Hansen, maar ik zie vandaag van het doen dit. Is dat vanwege die comment dat de intro's te langzaam waren? Ja. Gast. Wat? Nee, doe het één keer. Ja. Jordi had een comment gekregen van een guy dat zijn intro's te langzaam waren of zo. En toen zei hij, ik zal de rekening mee houden. Wat fucking onzinnig is, want onze intro's zijn sneller we dan... We doen al 8 jaar hetzelfde intro. Dat is niet helemaal waar. Soms wel een periode dat ook welkom iedereen mee nu aflevering van PRD of welkom iedereen van PRD. Maar ja, meer in deels hetzelfde gebleven, ja. Maar als we gaan zeuren van, hey, je intro is te traag. Wij zijn tenminste geen YouTubers die... Ja, welkom in intro. Ja. Deze video wordt gesponsord door dit. Vergeet niet te liken, te smashen. En nu ben je al 5 minuten door de video kwijt en de video was maar 2 minuten lang of zo. Waarom is het dan 5 minuten lang? I don't know. Ik volg echt weinig mensen die gesponsord zijn dan eigenlijk. Nou ja, je merkt het direct wel in je advertenties, eerlijk gezegd. Hoeveel ads er soms bij sommige mensen op zitten. Nee hoor, ik gebruik adblocker. Raid Shadow Legends. Nee, die hebben we al lang niet meer gezien eigenlijk. Het is nu voornamelijk AFK Arena hoor. En hoe heet luxe... HelloFresh? Nee. Godverdomme, hoe dan vergeet ik dit woord? Kom op Nando, je weet het. Skillshare? Dat, nee, voor je pasjes, weet je wel. Stockport. Keep? Rich. Rich Wallets. Dat is het. Nee, is voornamelijk Johnny en hoe heet hij? Rabbit Luigi. Godverdomme! Oh, ja, die, maar. Die vind ik zo mooi. Rabbit Luigi. Nee, Rich Karks. Ik krijg heel vaak Raycon. Die krijg ik ook wel. Ja, die doet Johnny meer, maar hij heeft ook wel eens, klopt. Maar ja, even voor jou, Han. Wat Raycon is, zijn gewoon headless earbuds. Nee, headless. Gewoon cordless earbuds. Dus een beetje wat je van die Apple dingen nu hebt. Je hebt grijsstukken dingen waarvan ik denk van, hoe de fuck raak je dat niet kwijt? Precies, die dingen. AirPods. Ja, AirPods, ja. Ja, heeft mijn broertje ook. Die moet zit altijd met AirPods aan tafel. Ja, dat moet je bij mij thuis niet proberen, dan breekt de pleuris uit, denk ik. Dat snap ik ook niet. Waarom zou je AirPods aan tafel... Dan is het maar gewoon stil, boeien. Nou ja, muziek. Oh, bij mij moet wel thuis de radio aan, anders word ik gek. Ja, maar ik vind radio vind ik iets anders. Want radio staat niet zo heel hard. En dat is een beetje, wat ik even voor het gemak even noem, algemene muziek. Die iedereen tenminste een beetje kan naar luisteren. We hebben tv in de keuken, dus wij kijken meestal het nieuws of... Ook goed. Maar ik vind zelf een beetje belachelijk dat jij oordopjes eigenlijk in hebt. Terwijl je muziek, oordopjes in hebt terwijl je aan het eten bent met mensen. Oh nee, ik vind het aan de ene kant kan het niet, aan de andere kant, ik vind het een beetje asociaal. Het kan zijn van... Ik eigenlijk ook. Ik vind het wel meevallen op zich. Ja, maar het komt waarschijnlijk omdat jij niet anders gewend bent. Van hem? Nee, zeker niet. Nee, maar ja... Van mezelf, ja, ik heb het ook wel eens gedaan hoor, maar dat is gewoon omdat ik die crap die zij kijken niet wil zien. Want ze kijken echt herhalingen van Friends, van afleveringen die je echt wel 20.000 keer hebben gezien. Ja, oké. Maar tv kijken tijdens eten vind ik ook bijzonder. Ja, als er een enorm happening is, als de wereld vergaat. Nee, kijk, dat doe ik ook wanneer mijn moeder thuis ben, maar dan is er gewoon letterlijk waar niemand anders thuis en dan kijken we gewoon... Of aflevering van een serie, of kijken we even nieuws, of wat dan ook. Ik had voor het eten. Hoe laat eet jij meestal? Ik? Ja? Ligt eraan hoe laat iedereen thuis is. Meestal rond een uur of 6:30 of zo. Ja, dan is het vaak al nieuws geweest. Ham is gezellig met de familie. Wacht tot iedereen er is. Ja, sorry. Niks op, sorry voor te zeggen. Bij mij is het door de week 5:30, 6:00. En dan is het gewoon afhankelijk van, oké, wie is er thuis, wie is er niet thuis.
Ja, bij meestal standaard 6 uur of zo. Nou, als ik op 6 uur thuis ben, is het knap. Ja. Nee, en tenzij, want mijn zowel mijn vader als mijn moeder hebben locatie aanstaan. Dus je kan het zien waar ze zijn. Je kan zien, ja. Dus dan kan je alvast dingen voorbereiden of zo. Ja, en als je ziet van, oké, mijn vader is momenteel daar, weet je wel, dan wachten we nog even met eten. Dus dat doen we dan vaak wel. Er was een periode dat we nog de andere domotica in elkaar zetten, kon je van iedereen zien. Niet eens met WhatsApp locatie delen. Nee, dan hoef je eens de locatie te delen. Dan moet alleen je mobiel aan zijn. Dan kan je precies zien van, oké, die is momenteel daar of die is momenteel daar. Dat heb ik niet eens aanstaan bij mij thuis. En mij ook niet. Nee, bij ons staat eigenlijk maar alleen om één simpele reden aan. Van oké, moeten we wachten op eten, ja of nee? Of hey, hoe lang duurt het nog voordat die persoon thuis is? Dan bel je toch? Of heb je? Ja, mooi. Ja, dat doet mijn vader nooit. Ik zo zeg tegen als mensen niet WhatsAppen. Mijn moeder vraagt wel van, hey, moet ik een berichtje sturen wanneer ik weer thuis kom? Ik zeg van, ja, mag, hoeft niet. En want over het algemeen stuur ze toch wel een berichtje als ze echt weg zijn voor een dag. Of na een familie zijn, dan stuur ze wel een bericht. Maar als het werk is, stuurt mijn vader nooit een bericht. Ah. Dan kan het 5 uur zijn, kan het 5:30 zijn, kan het ook 7:30 zijn. Jezus. Lekker breed spectrum. Nou, 7:30 had ik alleen met stage, maar ja, die werken tot 6 uur of zo. Hm. Dan nog naar huis reizen in het openbaar vervoer. Altijd leuk, altijd een pretje in de trein. Ja, dat heb ik helemaal nu niet meer. Maar ja, ik werk nu al een 1/2 jaar gewoon thuis. En Harm heeft lekker zijn eigen buggy. Ja, ben ik wel blij mee, mag ik eerlijk weten. Ik zie het al. Dat is wel luxe. Nu elke dag met zo'n muilmasker in de... Oké, hoe kill je boos in deze game? Licht. Ja. Licht? Licht, ja. In het licht moet hij... Als het goed is, is een lampje of zo. Aha. Dan weet ik weet je wat ik bedoel. Ik dacht van oké, misschien kan ik ze dus te spinnen of de ground pounden zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar nope. Licht is duidelijk. Licht. Ja. Ah, kut. Zwarte boost niet. Daarentegen moet je shaken. Ja, ja oké. Hold and maar, cold collide. Maar laten we even eerlijk zijn, daar ben je nu al zo hard gewend in deze game om op bijna alles te gaan spinnen. Dus... Nou, true. Daar kom je wel makkelijk uit inderdaad. Zo. Echt zin kijken. In de PlayStation. Klinkt heel gek als een Nintendo fanboy, maar... Als je mij 20 jaar geleden had verteld dat ik een PlayStation zou kopen, dan had ik je 20 jaar geleden verklaard. Oké, wel kan ik niet zeggen, want dan was ik 3. Oké, als je mij 10 jaar geleden had gezegd dat ik een PlayStation zou kopen... Ik heb jezelf voor gek verklaard als jij als 3 als het woord voor gek verklaard had kunnen zeggen. Ja, mooi. Nou, ik heb alles wel gehad. Ik heb PC, ik heb Nintendo, ik heb Xbox gehad, ik heb PlayStation. Ja, ik kan het wel straks ook zeggen dat ik ze allemaal heb gehad. En waarschijnlijk zeg je alsnog, ja, de Xbox-controle is toch fijner. Nou, ik hoor heel veel verhalen op Twitter dat de Pro, of tenminste de DualSense, best wel netjes is. Ik weet het niet, ik heb hem nog niet gevoeld, dus ik ben wel ja, benieuwd. Ik weet het ook niet, maar ik lees het van Twitter. Oké. Ja, ik ben wel benieuwd. Kijk, als je mensen moet vragen welke vind ik het fijnst in de hand liggen voor een lange periode, ja, dat is Xbox. Nou, ik vind de Pro-controller van de Switch ook niet verkeerd, hoor. Nee, klopt, voor de Switch vind ik hem ook wel heel fijn, maar als ik zou moeten kiezen tussen de Xbox One-controller die ik ook gebruik voor PC-games, en, nou ja, de Switch... Weet je wat? Zo erg is het nog niet. Maar ja, ik prefereer gewoon de Xbox dan een beetje. Nee, ik ben op PlayStation heel lang gewend. Dus... Ik vind de Pro-controller van de Switch vind ik nu ook wel wat lekkerder zitten. GameCube en Xbox One, dat is voor mij
place to be. GameCube is zo underrated qua controller. Vind ik hoor, man. Shit. Even uitvogelen hoe deze, oh, die moet doen, want welk level? Control, Brilis, de Ghostly Ghastly Mansion Galaxy, en dan heb je zo'n sleutel tussen drie van die blauwe sterren. Ja, dat is een ding, want daar heb ik de speedrun tactiek voor. Dat is letterlijk, ja. God, hoe ga ik dat makkelijk uitleggen hoe je die goed kan doen? Ja, ik probeer te timen door gewoon op te springen en dan te timen, maar je bent al heel snel out of range. Klopt. Oké, eerste game over is voor mij vandaag. F. Ja, nou, die was te verwachten van, dit is gewoon instant kill. Je kan ook niet terugkomen of wat dan ook, dus. Yep, pretty much. Cosmic. Ah, kut, dan moet ik die comment doen. Welke is dit dan? Frosty Cosmic Mario Race. Oh, die is easy. Die heb ik net ook gedaan. Die is echt zo fucking makkelijk. Oh, jezus. Verandert de... Hoe heet het? De gravity? Neem maar even wel. Ja. Oké, goed. Nou, hopelijk raak ik niet gedesoriënteerd. Oké, Mario, doe de Sonic. Nee, doe maar niet. Doe alsjeblieft geen Sonic. Ik moest op zich wel lachen, want de Sonic Kijken Contest was er. Maar je merkt gewoon dat mensen meer focussen nu op het verbeteren van bestaande games. Dan daadwerkelijk nog één fuck geven om een beetje memes. Want die memes zijn er wel. Maar ze ook nu gewoon Sonic 06 beter. Sonic Forces beter. Sonic Mania die controle door de chat. Oh, dat is wel... Die is heel erg. Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg? 10. Oh, jezus. Je kan de sprite vergroten. Je kan de camera aanpassen. Kan enemies inspawnen. En even kijken, wat kan je nog meer doen? Je kan een heleboel onzin doen, laat ik het maar zo zeggen. Is net zoals wat ze met Ocarina of Time hebben. Ja, pretty much. Het level waar ik het meest tegenop zag, in wat ik nog kan herinneren van de game, de 3-4 sterren daarvan, die heb ik gewoon gehaald. Nice. Dus dat is wat die is het. Maar ik kan me echt van boven in de wereld, kan ik me echt niks meer herinneren. Dusty Dune Galaxy. Ik heb nog die Galaxy niet tegengekomen dat je zo'n spring bent. Ah, de Toy Galaxy. Ja. Dat is volgens mij de volgende wereld. Oh, dat is een van de laatste. Ja, de ene laatste volgens mij. Oh. Ja, we hoeven nog maar 2 werelden. Het is niet zo moeilijk meer. Ja. Het is niet zo gek lang meer. Nee. Dat is op zich wel geen als je dan kijkt van... Sunshine! Oké, schoot daar nog op. 64, jezus, let it end already. Galaxy, oh, we zijn al klaar. Ah. Toch moet het wel iets zijn, hè? Lekker. Oh, ik ben niet gewend om ondersteboven te spelen. Ho, ho, ho. En ik ben versopen in het drijfzand. Lekker bezig. Nou, dan doen we het even op een iets rustigere manier, dit stuk. Even kijken. Oké. Nee, Mario. Godsamme, man. Mario! Hij heeft nog steeds moeite met die long jump. Kut, die vestering. Godra. Ah! Moeilijk, hè, Harm? Nou, best wel. Desert level is niet aan te raden, zeg ik maar alvast. Woe! Hey Ham, dit is me gelukt. dat is dom. Dat werkte. Ik had gewoon gejumpt en gewoon precies getimed me proberen weer te redden. Nou, het werkte wel. Ik raad het niet aan als de methode, maar het werkt wel.
Ik ben benieuwd wat dat was. Ja, mooi. Aha, dit is dus de manier. Duidelijk. Zo. There we go. Running out of time, running out of time, running out of time. Meen je niet, moet ik weer helemaal die kant op lopen? Ja, Nando. Met al die rotspikes die op me afkomen. Ja, Nando. Joh, die zeggen er even wat van. Dat ze dat niet moeten doen. Ja, dat is typisch platform design. Daar kan ik ook weinig van maken, sorry. Alleen jammer dat Mario altijd stil moet staan. Hallo Luigi. Hier, dank u. Geef me de power star. Ben ik heel blij mee. Hier zo, nog een keer. Let's go. Zo. Weer even gerefreshed. Ik moet echt iets anders gaan verzinnen, ja. Weet je wat, iedere keer wanneer ik het een fucking bidon drink. Is dat een ramp dan? Nee. Wat zeggen, voor mij maakt het geen reet uit hoor. Als jij gehydrated wil blijven, moet je dat vooral doen. Ik vind het op zich geinig. Drie jaar lang heb ik het kunnen recorden zonder ooit water te verdrinken, maar nu? Nope. Beginperiode, nooit water gedronken. Ja, maar anders wordt je keel zo droog. Water! Gewoon maar SpongeBob. Water is wel underestimated hoor. Nou ja, ik vind het op zich geen als je het nu vergelijkt met kinderen. Tenminste, mijn nichtjes nu. En mij vroeger. Vroeger werd het bij mij gewoon meteen Ranja fris die crep erin gedouwd. Nu is het echt alleen maar voor hun water. Dat is op zich wel geinig om te zien. Ja, mijn nichtje die vindt frisdrank ook niet echt lekker. Die kreeg ook alleen maar water. Ja, maar dat is. Zo moet je het ook. Ah, vandaar dat ik cola verslaving. Al die Vicky's ook vroeger. Ja. Bestaat dat merk nog? Volgens mij wel. Echt, Vicky, daar werd ik mee doodgegooid. Vooral die blauwe. Blauwe, same. Heeft iemand hier ooit echt veel taxi gedronken? Nee, ik vond taxi niet lekker. Ik vond het wel lekker. Nog steeds vind ik taxi fucking nice. What the fuck is hier gaande, man? Nou, is het één niet over dat jij taxi... nee. Taxibrigade. Ja. En kijk, de enige wat ik vroeger nog aardig wat dronk, maar dat was ook in de periode toen ik begon met YouTube, maar dan weet Ham ook wel waarom we dat dronken AA drinken. Ja, goed. Verkopen ze kort ook bij de tenminste, de bioscopen nog open waren, verkochten ze dat. De weddenschap is AA drinken, hè, Ham? Ja, mooi. AA is niet zo heel... Ach, zit al... Nee, is niet vies, maar er zit wel overal suiker in, dus daar kan je niet omheen. Ja. Jongens, als we nou echt op alles terug moeten maken wat koolhydraten en suiker hebt, dan kan je bij te gaan voor de trein springen. Daar word ik toch zo strontziek van. Nee, klopt. Maar het is even puur van, ook al maakt niet uit hoe je sportdrank noemt of wat er nou over zit suiker in. En ik vind het nog het allermooiste, ja, wil je geen koolhydraten en al die andere crap, dan moet je twee dingen eten. Komkommer en courgette. Ja, ik krijg het kleren. Succes. Je moet je gewoon zo eten en drinken zoals jij je prettig voelt. En... Nee, klopt. Kijk, dat ben ik ook wel mee. Als je echt zorgen gaat maken om iemands gezondheid qua eten, dan moet het anders. Maar. Nee, klopt. Dan ben ik ook met je eens. Maar het is op zich wel geinig als je heel veel dingen kijkt. Denk ik te moeilijk of zo met deze? Ja. Welk level ben je? Met die vuur, lava en ijs galaxy. Ja, level 2. Niet zo moeilijk nadenken. Dus de oplossing is inderdaad kut, maar ik ga hem niet vertellen, want dat loopt hij in. Nee. Niet zo moeilijk nadenken, het is niet zo moeilijk. Het is kut, dat ben ik met je eens, maar... Nummer 36. Ik ben nu bezig met die ghost sprint, maar... Ik merk fucking al, ik ben easy. Ik ben er niet goed in. Nee, mag maar je, easy moet, zijn, je moet maar... gewoon, je moet linksom. Ja. Ik heb alleen maar het linkerpad gepakt. En toen heb ik de hele godganse dag voor. Ja, en ik kan gewoon niet het ding pakken. Dus ik begin weer helemaal bijna vanaf nul.
Helemaal kut. Ja, maar ik heb eerder gezegd, ik ben gewoon niet die fucking motion controls gewend. Blasting through the sand. Welke motion controls? Heeft deze game motion controls, joh? Oké, ik pas even mijn zin aan. Deze verdomde pointer controls. Kijk, nu snap ik waar je het over hebt. Ja, het is gewoon met Nando. Ik zweer, als het ooit in een Pokémon game komt, weet ik welke Pokémon game ik direct niet hoef te halen. Je bedoelt Let's Go? Maar het erger is dan dat. Maar Let's Go kan ik nog met Gyro ook nog spelen. Fucking hell, man. Wat? Waarom ben ik gedood? Oké, ik werd twee keer geraakt door iets, maar ik weet niet wat. Dat vind ik toch knap. Mario heeft een existential crisis. It hurt himself in his confusion. Ja, hè? Jongens, echt. Please, camera. Nu moet ik weer die kant op. Ik kan me dit level ook gewoon niet herinneren. Oh. Oké. Ja. Hey boel, 102, let's go. Godsamme, wat ben ik slecht vandaag. Ah joh, we hebben allemaal wel zo'n dag dan dood, niet druk maken. Je moet je pas druk over maken als je het in een race hebt. Ja, dat is waar. En zelfs dan hoef je niet druk om te maken tenzij een Lucy Challenge aangekoppeld is. I guess so. Als er wat aangekoppeld zit? Een Lucy Challenge. Dat hebben jullie al zo lang niet gedaan. Dus. Nee. Dat zijn jullie van plan om te doen ooit meer ook. Nee, klopt. We zijn dat ook is leuk als je begint met YouTube, maar daar houdt het ook echt mee op. Klopt, de enige reden waarom ook destijds waarmee we aan begonnen... is omdat iedereen het deed. Ja. Oh fuck, dit is diezelfde comment, alleen is het dan met lava en ijs. Kut. Ja, makkie man. Ik hield hem first try. Kom op. Oh, er is ook nog eens een bos. Ik kan zo slecht tegen het feit dat ik gewoon... Als je ook maar 1 seconde iets mist, je gewoon weer 10 meter naar achteren wordt gestuurd. Kut, ijsbal. Spank. Oké, nu moet ik proberen om te kijken of ik nog kan dashen. Hoppa. Ik dacht echt dat ik nog wel best wel goed was in deze game, maar dat valt ook wel vies tegen. Het wordt toch niet, Nando, het wordt toch niet 3-0, hè? Kom op. Nou, het lijkt er wel op. Nou ja, zo ver sta ik ook weer niet voor. Shit, zo. Een paar sterren, denk ik. Ik zit nu op 34. 36. Ja, oké. Okay. Nou, het verschil loose, was net 3. Don't care. Dus... Ja, tenminste, dan decency om er gewoon niet op te beginnen. Af. Echt. Oké, die kant moet ik dus niet op. Ja, helemaal goed, boe. Let's go. Even wachten. Pizza. Ik snap niet ook deze... Oké, ik ga... Als ik dit zeg, nee, ik ga het niet zeggen, want dan jinx ik mezelf. Dit was wel een mooie death. Ik kom tegen die Spikey aan en die Spikey die duwt me in het lava. Prachtig. Oh, kut. Snel. Oh. Godverdomme. Ga goed? Ja, die fucking Spikies, man. Spikies? Continue, die zijn kut, ja. Maar dan moet je even de level 6 leven pakken. Volgens mij ben ik nog niet eens zo ver. Ik heb nog geen level 6 ding gezien in ieder geval. Bijna elk level zit die van nu. Maar goed ook. Camera. Zo, en dan. Nee. Dank u.
Q. Hop, dato. Ah, daar is hij. Daar is hij. Nee! Meen je die? Komt net het laat af. Oh, fuck. Nee. En 37. Jullie allebei het kutten. Ik... Die mijn microfoon trouwens bijna om laat flikkeren. Die is 37. Meen je die? Komt het lava zo hoog? Mhm. Scheidzooi. Nou, gaan we nog een keer proberen. Ah, verdomme. Dus de tijd die je aangeeft als best time is niet eens de tijd die je moet verslaan. Nee. Nee. Nou. 1 minuut 5. Zo heb ik hem gehaald. Ja, nou, 1 minuut 28. Ik haalde hem net niet, want ik knel net echt zo'n mine aan op het laatste moment. Lekker. Ik ken je pijn, Jordi. Ik ook. Voor 1 level. Geef mij gewoon verdomme normale platformers en niet dit. Sundbeek Sandcastle. Want voor deze dingen wil ik gewoon een muis. Een muis. Nou, het valt wel mee, Jordi. Kom op, zeg. Nee, kijk, het valt ook wel mee. Dit is totaal niet moeilijk, maar... Ik wil gewoon zien dat ik hier gewoon in zuig als een malle. Huh? Oh. Okay, oh my god, ik ben insta... Oh, dit is slim bedacht door de developers. Oké, I get it. Is in het zandlevel, level 3 van het zandlevel, ga je met een pilaar omhoog. Maar er zijn blokken. Ja. En als je onder die blokken terechtkomt, instakill. Ah. Gezellig. Dus je moet ook nog eens dat goed in de smiezen houden. Nou, laatste stuk van het level. Ik ben 3 keer dood gegaan. Whoops. Whoops, I did it again. Hoppa, 6 levens goud. Nee, ja. Ik had bijna jouw tijd kunnen inhalen, Harm. Hm? Ik had onder de minuut kunnen halen. Ja, ik ken het, Jordi. Ik was die ook... Die stomme kutmijnen! De eerste keer was ik ook echt fucking close, gek. Yo, hey. Ja. Hey. Fuck. Oh my god. Camera. Ik zag het niet goed. Ja, en weer fucking bom. Oh. Echt. Nou, gaat wel lekker, hè? Nee. Gaat voor geen meter. Dit is ook mijn Dit is ook mijn laatste pauwstar. Kijk, huppa. Fucking dry bones. Kijk, ik moet deze pakken. Oh god. Red ik dit wel? Oh ja, dit red ik makkelijk. En de sprong. Mis ik de sprong, vlieg ik in mijn afgrond. Ik zag het nu al gebeuren. Volgens mij zit ik nu op 37. 38? Nee, 35, fuck. Ik zit al te ver in mijn hoofd. Ik dacht al, ik heb evenveel sterren als Harm. Nee, dat heb ik dus niet. Ik wou het zeggen, dat zou ik echt knap vinden. Even terug naar de realiteit komen. Poeh. Camera toezicht Jelle. Treinsimulator. Lekker man. De bunnies in de wind. Kom op. Ah ja, dat is weer met die konijnenjager. Nee, geef me... verdomme. Kijk echt zoals die gaat. Oei. Waar ben je? De wegwijspiet. Verdomme. Leuk hè? Het is die verdomde kutmijn. Ik kan net de laatste parcours niet afmaken zonder dat ik tegen 1 mijn aanknal. Ik vond die opmerking wel goud, wegwijspiet. Ja man. Mag niet meer hè? Jawel.
Nee. Daar worden mensen die niet de weg kunnen vinden nu gekwetst. Dus er mag geen wegwijspies meer komen. Tja. Oké, ik kan ook nog een hele foute opmerking over maken, maar dat doe ik niet. Waarom? Nou, ik kan ook een opmerking maken van, dat mag niet meer, want een vrouw kunnen geen kaart lezen. Dus nee, dan kunnen gekwetst worden, dus doen we niet meer. Ja, hey, ouderwetse boomerhumor, laat me. Jezus. Ik vind hem een beetje te... hoe doe je die spike, gasten? Ja, oké. Nee, daarom zei ik dat het was misschien een beetje een te opmerking. Maar ja, hey, opnieuw, sommige dingen moet je ook echt gewoon... Gewoon kijken van, oké, is het te, ja of nee? Ja? Oké, doen we niet meer. Of een beetje met korreltjes zout nemen. Je meent het niet. Jongens, laat ster trouwens. Die we halen nu. Yeah. Ja, hey, ik was er al mee bezig. Nou, ik ben daar het afgelopen 10 minuten al mee bezig, dus... Oh, dit wordt fucking leuk. Think you can catch me? Boing, boing. Ik heb een hekel aan deze. Oh mijn god. Ah, het was een seconde. En nu ben ik hem kwijt. Ah, oké, ik ben game over. Oh jee. Ah, blijf staan. Oh. Oké, ik doe de volgende poging en wel volgende part. Oké, ik heb nu het konijn, dus ik krijg nu het stomme ster. Waarom denk ik ook niet gelijk aan... Jordi die zit erin van... Ik krijg de keel van die kut konijn. Oh. Nee, het is geen konijn, het is een boer, dus het is een beetje moeilijk om een keel te pakken van een boer. Ah, nou, dan is het alleen wachten op Harm, toch? Ja, ik ben bijna klaar. Ik ben met de laatste ding bezig. Ik ben zo klaar. En de proficiëntie is dan 37 of 38? 38. Hop, 38. Oké. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.